orkanen. Binnen no time kunnen ze voor enorme chaos zorgen. Schade door wind, vloedgolven, modderstromen en nog veel meer. En dan heb ik het niet eens over de gevolgen daar weer van. Geen elektriciteit, geen schoon drinkwater en ziektes die op de loer liggen. Orkanen kunnen al met al heel erg dodelijk zijn. In deze video zet ik de 10 dodelijkste orkanen sinds 1998 voor jou op een rijtje. Laten we beginnen. Op nummer 10 een hele recente orkaan. Orkaan Lota in Honduras. Die raasde in november 2020 over het Midden-Amerikaanse land. De orkaan was een van de zwaarste categorieën, categorie 5. Maar liefst 300.000 Hondurezen hadden plots geen dak meer boven hun hoofd en er kwamen ongeveer 60 mensen om het leven. Het Rode Kruis in Honduras kwam snel te hulp en deelde onder andere hygiënekits uit. Op nummer 9 orkaan Harvey. Dat was een verwoestende orkaan die in augustus 2017 aan land kwam in Louisiana in Texas. De sterke wind met snelheden van meer dan 210 km per uur hebben daar met name in de kustplaatsen veel schade aangericht. Er vielen ruim 80 doden. In Houston veroorzaakte de orkaan hevige overstromingen. Honderden Rode Kruis hulpverleners hielpen bij het zoeken van opvangplaatsen voor alle mensen die geëvacueerd moesten worden. En er kwamen vrachtwagens vol hulpgoederen naar het gebied. Genoeg om duizenden mensen te ondersteunen. Op nummer 8, orkaan Sandy in 2012. De storm zorgde voor grote schade in het Caribisch gebied. Vooral Haiti werd hard getroffen. Zo'n 18.000 huizen raakten beschadigd en er vielen meer dan 100 doden. Het Rode Kruis opende een Giro-nummer voor de slachtoffers van de orkaan. Het opgehaalde geld werd onder meer gebruikt voor opvangcentra en voedselpakketten. Voordat ik doorga naar nummer 7, vind je dit nou een leuke video en wil je geen video van de 10 missen? Abonneer dan op dit kanaal. Goed, nummer 7. Orkaan Irma, september 2017. Deze categorie 5 orkaan zorgde voor heel veel ellende op Sint Maarten. Maar liefst 91% van de gebouwen op het eiland raakte beschadigd. Trouwens, categorie 5 is dus de zwaarste categorie die er is. De wind heeft al snelheden van maar liefst 250 km per uur. De indeling in categorieën wordt gebruikt om de bevolking te informeren en te waarschuwen. Bij een categorie 1 orkaan bijvoorbeeld zal er geen schade aan huizen zijn, maar mogelijk wel aan gewassen. Dat is natuurlijk fijn om vooraf te weten. Terug naar orkaan Irma. De eilandbewoners bleven verslagen achter. Veel van hen hadden plots geen huis meer en scholen en bedrijven moesten helemaal opnieuw worden opgebouwd. Zo'n 130 mensen kwamen om het leven. Het Rode Kruis opende een Giro-nummer en daar kwam bijna 20 miljoen euro binnen. Dat geld is gebruikt voor voedselpakketten en boodschappenkaarten, maar ook voor de wederopbouw, dus de reparatie van huizen bijvoorbeeld. Daarnaast heeft het Rode Kruis ook geholpen bij het opstellen van crisismanagementplannen en het trainen van vrijwilligers, om zo het eiland voor te bereiden op een eventuele volgende ramp. Op nummer 6, een orkaan uit 2005. Orkaan Katrina in de Verenigde Staten. Katrina wordt gezien als een van de ergste natuurrampen ooit in de VS. De orkaan zette New Orleans bijna volledig onder water en verwoestte ongeveer 800.000 huizen. De economische schade was daarom enorm. Duizenden Rode Kruis hulpverleners van over heel de wereld werden gemobiliseerd om te helpen. Er vielen zo'n 1200 dodelijke slachtoffers bij deze orkaan. Orkaan Jean uit 2004 staat op nummer 5. De orkaan raasde in 2004 over het Caribisch gebied en de oostkust van de Verenigde Staten. Ruim 3000 mensen kwamen om het leven. Op nummer 4 orkaan Maria, ook in het Caribisch gebied. Sint Maarten was begin september 2017 nog niet bijgekomen van de schrik van orkaan Irma, toen eind september orkaan Maria zich al aandiende. De kern van de orkaan ging overigens niet over Sint Maarten, maar over Puerto Rico en het Caribische eiland Dominica. Naar schatting kwamen er in totaal meer dan 4600 mensen om het leven. Even iets anders tussendoor hoor, want ik heb het heel veel over het Rode Kruis gehad en de hulpverlening. Dus het uitdelen van voedselpakketten en helpen bij reparaties en zo. Maar wat ik nog niet heb verteld is dat het Rode Kruis ook supermoderne technologie gebruikt om rampen te voorspellen. Drones bijvoorbeeld. Met die drones kunnen we bijvoorbeeld zien welke materialen er nodig zijn om de huizen te herstellen. En we kunnen ook heel goed zien welke materialen we beter niet meer kunnen gebruiken. Vind je dit nou interessant? We hebben hier een hele coole uitlegvideo over gemaakt. Dus wil je meer weten over hoe drones levens redden? Klik dan hier. Oké, nummer 3, tyfoon Haiyan. Voor de oplettende kijker, ik heb het nu over een tyfoon inderdaad en niet over een orkaan.
Een tyfoon, orkaan en een cycloon zijn eigenlijk hetzelfde. In sommige delen van de wereld wordt simpelweg een andere term gebruikt. Maar goed, tyfoon Haiyan dus. Het is de dodelijkste cycloon in de geschiedenis van de Filipijnen. Bij de tropische storm in 2013 kwamen 6000 mensen om het leven. De wind haalde snelheden van meer dan 300 km per uur en zorgde voor metershoge vloedgolven die het land overspoelden. 6000 doden vielen er bij tyfoon Haiyan. Je kan je er bijna geen voorstelling van maken van hoeveel mensen dat zijn. En dat geldt natuurlijk nog meer voor het aantal dodelijke slachtoffers bij nummer 2 en nummer 1. Op nummer 2 staat orkaan Mitch, die in 1998 over Nicaragua en Honduras raasde. 20.000 mensen kwamen hierbij om het leven. Door de orkaan werden niet alleen duizenden huizen verwoest, maar ook grote delen van de infrastructuur in met name Honduras. Dit maakte het heel erg moeilijk om hulp te verlenen. Als gevolg van de orkaan kreeg Nicaragua te maken met enorme modderstromen die aan meer dan 2000 mensen het leven kostten. Het Rode Kruis schoot de hulp door meer dan 2600 huizen te bouwen, uitgerust met elektriciteit, drinkwater en sanitair. Tijd voor nummer 1, de dodelijkste orkaan sinds 1998. Ik heb het over cycloon Nargis, die in 1998 voor enorme chaos zorgde in Myanmar. Er vielen, hou je vast, tenminste 140.000 doden. Hele dorpen werden verwoest, inclusief infrastructuur, landbouwgronden, oogsten en watervoorzieningen. Meer dan 800.000 mensen waren gedwongen om hun huis of dorp te moeten verlaten. Door de samenwerkende hulporganisaties, die we nu kennen van Giro 555, werd er een actie opgestart om de slachtoffers te helpen. Het Rode Kruis is tot mei 2011 actief geweest in het gebied om te helpen met de wederopbouw. Dat heeft dus 13 jaar geduurd. Zo, dat waren ze dan. De 10 dodelijkste orkanen sinds 1998. Best een heftig lijstje. Vond je dit nou een interessante video? Doe dan even een duimpje omhoog. Heb jij nog een onderwerp voor de volgende aflevering van de 10? Laat ze dan in de reacties weten. En vergeet niet te abonneren.